Goedemorgen, Ondernemend Nederland en NJR. Ik ben Desiree Stokkel. Ik breng een agendapunt in en dat is werklozen CAO. Ik wil dat alle werkloosheidswetten worden vervangen door één wet werklozen CAO. En in die CAO moeten ook alle regelingen voor ondernemers beschreven zijn. Nu is de situatie zo dat de werkloosheidswereld bestaat uit verschillende lagen. Je hebt de bijstand en je hebt de WW en natuurlijk de gehandicapten. Die verschillende lagen staan symbool voor verschillende vormen van haat. Bijstandsgezinnen worden door de vakbonden gehaat. Je bent al voor de vakbonden als bijstandsgezin geen volwaardig persoon. Je bent voor het MKB en voor multinationals afval, slaven. En dat is zo ontstaan door de decentralisatie. Vroeger, 30 jaar geleden, was er geen decentralisatie. Vroeger had iedereen dezelfde rechten en werd er ook niet gesproken over reïntegreren. Er waren veel minder ambtenaren en veel minder clubjes die zich bezighielden met de reïntegratie. Je ging naar het arbeidsbureau, je ging naar het uitzendbureau en je regelde een baan. En dat kon toen ook. Tegenwoordig kan je als bijstandsgezin niet uitstromen. En dat komt doordat het stadhuis aan het regelen is wat bijstandsgezinnen moeten doen. En dat regelen ze samen met het arbeidsbureau, met de uitzendbureaus en MKB en de grotere ondernemers. De werklozen zelf komen niet aan het woord in dat hele systeem. Vervolgens kom je als werkloze op het stadhuis en word je aangesproken als slaaf. Voor werklozen geldt de autoriteit van de rechter niet. Voor werklozen gelden geen arbeidscontracten, gelden geen CAO-voorwaarden. Dus wanneer je een normaal intelligent mens bent met gevoel van eigenwaarde, moet je dat hele systeem gaan bevechten. Je moet al die corrupte criminele ambtenaren gaan bevechten. Je moet de machtsmisbruik van de ondernemers gaan bevechten. Daar gaat dus al dat belastinggeld in zitten. Het geld zit niet in het regelen van een baan voor de werklozen. Het geld zit niet in een eenvoudig systeem dat het mogelijk maakt om parttime te werken naast de bijstand. Vroeger had je dat wel. Vroeger mocht je gewoon geld houden. Mocht je een bepaald percentage houden tot een maximaal bedrag bovenop de bijstandsuitkering. En dan kom je uit op het minimumloon. Vroeger had je ook niet dat gezeur van al die toeslagen veranderen dan en de WOZ verandert en de afvalheffing verandert. Dat is allemaal later geïntroduceerd door de elite die overal geld aan wil verdienen en die gewoon bepaalde groepen mensen wil offeren voor hun luxe leventje. Nu is de situatie zo dat bepaalde groepen werklozen echt standaard genegeerd worden. De bijstandsgezinnen, de gehandicapten, ze tellen niet mee als mens, maar ze krijgen wel overal de schuld van. En dat hebben die ambtenaren, vooral op het stadhuis en de corrupte advocatuur, ook echt nodig. Dus op zo'n manier verdienen zij hun grote geld en hebben zij hun leuke leventje met al hun sociale contacten en bedrijfsrelaties. Die situatie is onhoudbaar, want de haat in de Nederlandse samenleving is te groot. En de economie groeit niet. Dat zijn allemaal mediaverhalen. Dat zijn ook mediaverhalen van journalisten die alles aan elkaar liegen. Die bepaalde groepen mensen ook segregeren. Dus ze weten helemaal niet wat de waarheid is. Ze weten helemaal niet wat werklozen werkelijk willen op de arbeidsmarkt. Dus al die uitkeringen, die moeten weer worden gecentraliseerd om de machtsmisbruik en geldverspilling in de bureaucratie te stoppen. Is dat een probleem? Nee. Persoonlijk vind ik dat werklozen moeten stoppen met zielig doen en zeuren. Ik begrijp helemaal niet waarom werklozen die echt willen werken vasthouden aan al die potjes met uitkeringen. Want het is, wil je daar je energie in stoppen? Wil je je energie stoppen in het in stand houden van al die potjes? Of wil je een beter arbeidsklimaat, betere studievoorwaarden en gewoon weer kunnen solliciteren en aan het werk kunnen? Door centralisatie van de
werkloosheid, dus in elke gemeente geldt dus hetzelfde recht en hetzelfde plicht, krijg je een werkbare situatie. En vooral ook als er een werkloze CAO komt die aangeeft welke rechten en plichten ondernemers hebben. En natuurlijk moet dan gescheiden worden ZZP van het MKB van de grotere bedrijven. Maar daarvoor is een CAO. Ik denk dat we terug moeten naar één uitkering en dat je boven die uitkering voor de gehandicapten een gehandicaptentoeslag krijgt. Voor de jongeren die altijd hun hele leven ziek zijn geweest, die moeilijk aan het baan komen maar dat willen, heb je dan de jonge arbeidstoeslag. En dan heb je de mensen die gewoon altijd van de basisuitkering blijven leven. En dat moet ook erkend worden. En die moeten dan een erkende status als vrijwilliger krijgen. Met een vrijwilligersvergoeding. Het is tegenwoordig ook zo dat bepaalde vrijwilligers niet in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat moet ook stoppen. Als je bijstandsmens bent en je verricht serieus vrijwilligerswerk, al dan niet op een contract, ik denk dat een contract daarvoor juist is, dan mag je ook in aanmerking komen voor die vrijwilligersvergoeding en die mag je dan houden bovenop je uitkering. Zonder allerlei belastingproblemen of allerlei toeslagenproblemen. Dan denk ik ook aan afvalheffing, WOZ-waarde en dergelijke. Dus, we krijgen verschillende categorieën. We hebben het basisinkomen. Het basisinkomen, dat wordt berekend per persoon. En als je dat per gezin gaat berekenen, dan moet je dat doen tot en met minstens 21 jaar. Je moet kinderen die gedwongen worden door te studeren, niet afstraffen als ze thuis willen blijven wonen. En op die manier dus ook het gezinsinkomen vergroten. Dat moet je gewoon allemaal met rust laten. Je moet ook rust willen creëren. Dus je hebt het basisinkomen. Dat wordt berekend per persoon. En natuurlijk moet je dan uitgaan van een vast bedrag voor huur. Of je moet uitgaan van een vast bedrag voor ziektekosten en dergelijke. Maar dat kan wel gerealiseerd worden. Het basisinkomen plus de vrijwilligerstoeslag voor mensen die alleen vrijwilligerswerk doen op een contract. Het basisinkomen plus de jonge arbeidstoeslag voor de jongeren die een toetredingsprobleem hebben tot de arbeidsmarkt, maar wel willen werken en studeren. Dan heb je het basisinkomen plus de gehandicaptentoeslag voor de mensen die zijn afgekeurd en gehandicapt zijn en ook eigenlijk niet meer kunnen werken of wel willen werken. Ik denk dat je dat toch maar gewoon in één potje moet houden. Basisinkomen plus gehandicaptentoeslag. Dan moeten er regelingen op tafel komen vanuit het bedrijfsleven. En dat die bedrijfsleven geeft aan welke problemen ze hebben als ze bijvoorbeeld langdurig werklozen in dienst nemen. En wat is nou een langdurig werkloze? Nou, ik denk dat we moeten gaan naar een periode van 2 jaar. Iemand die langer dan 2 jaar werkloos is en die in de bijstand zit, is een langdurig werkloze. Nu geldt daarvoor 5 jaar. Je krijgt toch pas een langdurig werkloosheidstoeslag als je 5 jaar in de bijstand zit. Maar dat is irreëel. De tijden zijn veranderd. Want we hebben nu ook het probleem van de gigantische schuldhulpsanering. En mensen die zo diep in de ellende zitten door de aangemaakte crisis, dat ze daardoor helemaal verlamd zijn. En die mensen die moet je dan niet 5 jaar lang verlamd laten zijn. Nee, die mensen moet je na 2 jaar zeggen, oké, we weten heus wel dat je echt in de schuldsanering zit. En dat je je hypotheek niet kon betalen. En dat je je ZZP-bedrijfje niet gaande kon houden. En dat je failliet ging. Maar de regeling, na 2 jaar ben je langdurig werkloos. En krijg je dat label opgeplakt, is alleen maar om duidelijk te maken wat de werklozen kunnen en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Dan kom je uit bij die startkwalificatie. Die startkwalificatie die slaat echt helemaal nergens op. Er wordt gezegd van mensen met mbo hebben een voldoende startkwalificatie. Nou, dat is niet waar. Er zijn mensen die gewoon echt nooit aan de bak komen omdat hbo tegenwoordig
de receptionisten, HBO'ers vervullen de receptionistenbanen. Die realiteit moet wel erkend worden, dat HBO'ers de banen van de MBO'ers hebben ingenomen. En dus dat MBO als startkwalificatie achterhaald is. Het moet dus mogelijk zijn dat mensen met een MBO-opleiding per module kunnen studeren terwijl ze werkloos zijn. Dus werkeloos een CAO. Niet meer dat gezeik over bijstand, gehandicapte uitkering, bajong en bla 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 bla. Nee, als je onder de werkloze CAO valt, dan moet je leven lang kunnen studeren. En dat geldt ook voor mensen die 2 jaar lang echt werkloos zijn en geen kansen hebben en dus zichzelf moeten upgraden. Ik stel voor dat de Open Universiteit en een aantal andere instellingen die dat schriftelijk mbo-onderwijs leveren, daarvoor een vaste plaats krijgen binnen de werkloze CAO. Elk mens moet per module kunnen studeren. Dus het moet mogelijk zijn dat zowel de ondernemers als de werklozen een eigen carrièreplan maken. En daarin geven ze aan welke modules ze willen bestuderen, gericht op welke plaats in de arbeidsmarkt. Op die manier wordt het gat tussen de werklozen en de vacatures kleiner. En mensen draaien mee als volwaardig persoon. Bovendien is studeren aan de Open Universiteit of bij zo'n mbo-instelling niet zo heel erg duur. Je kan bijvoorbeeld zeggen, als jij je loopbaanplan hebt als werkloze en je studeert serieus en je bent geslaagd voor je certificaat, dan krijg je dat geld terug. Je moet het eerst investeren, maar als je je certificaat registreert, dan krijg je het geïnvesteerde studiegeld terug. Daar moet dus tegenover staan dat ondernemers ophouden met het treiteren van bijstandsgezinnen. En ik wil dan toch even naar de tuinders. De tuinders maken mij echt heel erg kwaad, die mentaliteit. Ik weet dat het een gecultiveerd cultuurtje is. Maar dat is een gecultiveerd cultuurtje vanuit het parlement, vanuit de ministeries en vanuit de lokale overheid en het bedrijfsleven. Er wordt maar gezegd, bijstandsmensen willen niet werken. Bijstandsmensen hebben een gigantisch probleem als ze gedwongen worden in de tuinderij te werken. Kijk, ik woon dan Bloemendaal op de grens bij Haarlem. Ik woon naast het treinstation. Maar er is geen trein die stopt bij een tuinder. Ik heb geen rijbewijs. Ik heb, dan wordt er gezegd van ja, dan kan het busvervoer geregeld worden. Maar het is busvervoer wat niet is afgestemd op het gezinsleven. Je mag namelijk geen gezinsleven opeisen wanneer je bij een tuinder werkt. Als je in een supermarkt werkt, dan mag dat wel. Maar als je bij een tuinder werkt, mag dat ineens weer niet. En dat is wat ik bedoel met cultuurtje. Er wordt ook een irreële toestand gecreëerd. En ik denk dat die tuinders dat opzettelijk doen, omdat ze opzettelijk buitenlanders, de Polen, Roemenen en dergelijke, in dienst willen nemen. Want die kunnen ze wel uitbuiten. Er wordt er gezegd, ja, zij kunnen gemakkelijk een uurtje langer werken en doen dat ook. Ja, is dat met of zonder salaris? Is dat doorbetaald overwerk of niet? Zo is er dus een cultuur gecreëerd en die cultuur die moet verdwijnen. De intense haat moet verdwijnen. De leugens moeten verdwijnen. Ik denk namelijk dat er heel veel mogelijkheden zijn voor werklozen die dan ook meteen allerlei problemen uit de weg helpen. Krimpgemeenten. Ik denk dat er heel veel alleenstaande ouders zijn die net als ik pubers hebben en die over 6-8 jaar uit de kinderen zijn. En die dan wel willen verhuizen naar het oosten van het land. Om daar met z'n allen als 40-50-jarigen een nieuw klimaat te bouwen. En dat nieuwe klimaat is dat er dus inderdaad een volksverhuizing wordt gerealiseerd. En dat die volksverhuizing op zich een leerproject is voor de jonge werklozen of mensen die op een andere manier iets willen leren. Die volksverhuizing die moet worden gefinancierd.
door de overheid. En die kan er dan toe leiden dat allerlei jonge werklozen, 40ers, 50ers, bereid zijn een totaal nieuw soort bedrijfsleven te bouwen in een gemeente die nu leegloopt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel degelijk gewoon in een schoenenwinkel willen werken, die in een nieuwe gemeente loodgieter willen zijn of postbode. Alleen ze krijgen de kans niet. Je mag er niet eens over praten. En dat ligt ook aan de ondernemers. De ondernemers doen ook geen enkele moeite om gebruik te maken van de kennis van werklozen en van de goodwill van werklozen. Ik denk dus dat een groot probleem op de arbeidsmarkt kan worden opgelost door een collectieve volksverhuizing voor collectieve bedrijvigheid mogelijk te maken. En hoe kan je dat dan peilen? Nou, daarvoor moet een website worden geopend en dan moeten de werklozen die willen verhuizen zakelijk gedetailleerd aangeven wat ze nodig hebben. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een kind van 17 die wil een bepaalde vorm van natuurkunde gaan studeren. Daarvoor moet hij in het westen van het land zijn. Hij kan bij zijn vader wonen en vanuit het huis van zijn vader studeren. Ik heb een ander kind, is nu 15, zit op een slechte VMBO-school, zeer slecht. Daar wil ze heel graag van af. Nou, ze doet dit jaar examen, maar de vooruitzichten hier in de regio zijn niet positief, want het MBO is hier ook slecht. Dat kind wil eigenlijk later een winkel openen, small business. Ze wil doorgaan in de small business. Dat kind kan ook in het oosten van het land studeren en zal dat ook leuk vinden. Die zal zo'n volksverhuizing ook leuk vinden. Dus dan zit je met de oudere pubers die gewoon mee kunnen verhuizen met pa en ma. Dat systeem, die voorbeelden, moeten worden verzameld op een website. Mensen moeten een bedrijfsplan, een leeg bedrijfsplan voor zichzelf schrijven, maximaal 2 A4'tjes, en die moeten ze insturen. Op die manier kan er worden geïnventariseerd wie met welke vaardigheden wil verhuizen naar het oosten van het land. En dan kan je mensen met elkaar in contact brengen. Al dan niet via de website, want dat is toch het goedkoopst. En later via bijeenkomsten. Op zo'n manier pak je en de overbevolking in het westen aan. Je pakt de leegloop in het oosten aan. Je pakt de leegloop van de bedrijvigheid in het oosten aan. Je maakt mensen gewoon gelukkiger, want je geeft ze een toekomst en je geeft ze kans op arbeid. En degene die met de massaverhuizing, degene die betrokken zijn, moeten dus werken en onderdeel uitmaken van dat leerwerkproject, massaverhuizing leerwerkproject. Dat moet gerealiseerd worden. Dan die regelingen, de regelingen van ondernemers. Ondernemers moeten stoppen met het eisen van allerlei irreële constructies. Ondernemers willen geen personeelskosten meer betalen. Nou, ik vind het schofterig, want dat is niet de oplossing. De oplossing is een totale nieuwe, kleinere bureaucratie. En die krijg je door al die uitkeringen weg te kappen en dus die werkloze cao te bouwen. We moeten terug naar het feit dat mensen die dus vanuit de werkloze cao studeren, dus per module aan de universiteit of een mbo-opleiding, verwelkomd worden door de werkgevers. En die werkgevers die schrijven dat duidelijk op hun website. Die moeten gewoon duidelijk op hun website aangeven wat zij nodig hebben. Dus ook gedetailleerd de modules en de opleiding. Dan moet er een standaard arbeidscontract komen voor een jaar. De werklozen krijgen een standaard arbeidscontract van een jaar. En dat is dan minimumloon of hoger. Al die andere overgangsregelingen verdwijnen. Want die zorgen ervoor dat er steeds meer werklozen komen. Dat moeten ondernemers echt in hun kop zetten. Als ze geen werkloosheid willen, moeten ze stoppen met het eisen van allerlei regelingen. Dus we gaan weer naar een gewoon arbeidscontract voor de periode van een jaar. Dat contract kan nog een keer verlengd worden voor de periode van een jaar. Daarna kan iemand vast in dienst genomen worden.
dat gedonder met die nulurencontracten. En HBO'ers die de functie van MBO'ers innemen, moet afgelopen zijn. En dat kan ook best als je het geld uit de bureaucratie haalt. ZZP'ers, ondernemers, moeten reëel zijn. Bijstandsmensen of mensen die in de schuldhulpsanering zitten, kunnen nooit ZZP'er worden. Waar haal je het geld vandaan? Voor de laptop, de printer, de cartridges, je briefpapier, de software die de Belastingdienst eist. Waar haal je het geld vandaan voor je werkvergunningen, voor je statuten, voor je inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de oplichterspraktijken van de brancheverenigingen? En dan moet je nog maar ergens je klanten zien te werven. Mensen zijn te arm om te netwerken en zijn te arm om een bedrijf te starten. En bovendien zijn ze niet welkom op de arbeidsmarkt. De haat van ondernemers ten overstaan van werklozen moet stoppen. De intense minachting voor het feit dat werklozen mensen zijn die een arbeidscontract nodig hebben met gewone sociale rechten, moet stoppen. Dus we gaan terug naar gewoon één duidelijk arbeidscontract, één duidelijk loopbaantraject voor de relatie tussen werklozen en de arbeidsmarkt. En dat wordt dan niet meer geregeld op het stadhuis. Nee mensen, dat wordt weer gewoon lekker ouderwets geregeld bij het arbeidsbureau, bij de uitzendbureaus. Ze doen dat nu al, maar ik denk dat dat duidelijker moet. Ik denk dat de uitzendbureaus echt een deel moeten uitmaken van die werkloze CAO, omdat zij dus ook degene zijn die precies zitten in dat traject van thuis studeren, studeren per module voor je opleiding, je stage en aan het werk. De stage die blijft natuurlijk, want die is inherent aan de opleiding. Ik moet stoppen, het is 22 minuten. Dag.